Mijat Maric, een belangrijke driepunter vandaag. Heel belangrijk, heel belangrijk. Ze geven ons een beetje vertrouwen voor de volgende dagen om training, om te voorbereiden op de volgende wedstrijden. Voel je druk bij deze wedstrijd? Ja, zeker. Voor mij, voor ons, het was een wedstrijd om, wij zeggen, om 6 punten. Omdat wij speelden tegen STVV in dezelfde situatie als ons. En nu wij hebben die 3 punten en ja, wij zijn een beetje meer, we zitten een beetje meer met rust. Beveren verliest, Eupen en Westerlo spelen gelijk. We hebben toch een beetje extra ademruimte nu, hè? Ja, ja zeker. Maar wij zijn steeds nog alleen 5 punten van de laatste plaats. En wij hebben nu twee heel moeilijke wedstrijden tegen Genk en Zulte. Maar met deze 3 punten ze geven ons een beetje meer vertrouwen voor de volgende weken, dat zeker. Jijzelf, je scoorde een penalty. Voelde je druk? Want de laatste keer had je gemist. Ja, zeker. Het was een heel belangrijke wedstrijd. En de laatste penalty ik heb gemist. So, ik was een beetje ook nerveus. Maar ja, ik heb goed gewerkt in de laatste weken. En ik heb geschoten als ik kan. En het is goed gegaan. Nu gaan we bekeren. De beker ligt ons. Gent is wel een moeilijke tegenstander natuurlijk. Ja, zeker. Maar de cup deze jaar is misschien niet ons eerste doel. En het is een bonus game, het is een bonus wedstrijd. So, we gaan om daar te spelen en we kijken wat kunnen wij doen. Dankjewel, Mijat Maric. Perfect opnieuw.